mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van My Hans de Pest. En vandaag hebben we weer een nieuwe aflevering van Rocket League. Sorry dat ik de afgelopen 3 weken geen video's heb geüpload. Maar ja, het was op vakantie. En ik had geen tijd om eruit te werken daarvoor. Dus. Nou, komen er weer nieuwe video's aan. Weer proberen elke week. Maar ik begin aan een nieuwe school, dus dat is nog even kijken. Met management. Dus daar gaat het samenvoegen. Maar voor nu, ik speel op een nieuwe laptop, dus betere kwaliteit, nog wel even 27p, om even af te wachten hoe gewoon de PC gaat performen op high performance, want er staat nou wel, de kwaliteit staat wel helemaal omhoog, maar alleen van op 27p. En dan haal ik nou met opnemen 85 fps, 80. En normaal of zonder opnemen boven dan 120. Dus we worden even straks even afwachten met kwaliteitsniveau. Hoe ik daar wat een sweet spot gaat worden. Maar nu kan ik ook andere games gaan doen. Zoals Fortnite. GTA. Noem maar op. Het gaat wel iets tijdjes naar beneden. Van opnemen. Maar daar hebben we het over over, hè? Dus laat in de comments achter wat je wilt zien, want nou is in principe alles mogelijk. Waarschijnlijk gaan high-end games ook niet werken, maar valt het probleem. Dus nu kan ik ook weer Fallout dit eens gaan doen. Of misschien Apex Legends, alleen al op PC. I don't know. Dus laat in de comments achter wat je wil. Abonneer, reageer en like zeker deze video ook nog. En godverdomme, ik zou beter op vakantie kunnen blijven. Jezus, wat zijn de mensen slecht waar je mee speelt. Maar ja, ik ben ook verkouden. Random. Tenminste verkouden, ik heb stop. Of ik moet de hele tijd niezen en zo. Dus ik moet even, ik heb net een aantal inkompotjes gedaan en dat was ook echt zo. Waren de eerste 2 potjes van mij in 3 weken. En nee, het derde potje. Ik heb er eentje binnen mijn vakantie gedaan, dat was ook brak, maar het was te merken dat mensen zo slecht speelden. En ik speel nou ook niet het beste. Dat was ook eerlijk gegeven, maar dat was nog erger. En zoals je hoort, waarschijnlijk betere kwaliteit microfoon. Ik had deze al eerder, alleen eerst werkte die niet. Het is allemaal een beetje brak. Het lag waarschijnlijk aan de aansluiting van de microfoon. Heel goed dingetje. Ja, deze is nieuw, hè. Laptop dus. Nou moet dit goed werken. I hope. Goed zo. Kijk, dat kan ik nog gewoon wel. Gewoon. Goh, ik doe het niet heel lekker. Zo van. Alsjeblieft. En zo hoort het ook. Oh, nou nog eentje. Eigenlijk moet ik zelf een keertje scoren, vind ik. Eigenlijk zelf nog een keertje scoren. Hij gaat omhoog en dan op KV of verkeerd ingestuurd. Verkeerd getimed. En ja, ver op. Goed bezig. En dan. Ja, ik tikte hem zelf al. Hier ga ik hem goed aan mengen en dan. Oh ja, eigen doelpunt. Kan ook! Kan ook! Eigen doelpunt. Oh, hij raakte hem het laatste stukje. Pushy. Nou, dat doet hij eigenlijk gewoon. Oké. Dat was een boost. Hier, bed. Mijn huis doet niet of zo. Is nou ook niet geglitcht. Hopelijk was even geglitcht of zo. De muis deed het wel.
maar de registratie deed niet. Sad. In ieder geval. Ik moet even nog er één inknallen. Zo, mooi voorgegeven. Ja, mooi. Hij was naar voren. Bedoeld. Trekjes naar voren en dan moet je eigenlijk gewoon een counter, met een counter gaan werken. En dan doe je gewoon dit. En dan ja. Doelpunt! Ja, ik ben weer in te komen. Zo'n, we zeggen mooi in de hoek, maar net niet. Had iets meer in de hoek gekomen. En nou, hop. Ja, hou tegen. Oké, dan doe ik het wel. Zo. Zo. Heb je tegengehouden? Nee, geen boost, jongens. Oké. Okay. Ze gunnen me geen boost. Ah, jammer. Dat is nou jammer. No! Nou, eerst potje netjes gewonnen. Dus even inkomen. Maar uiteindelijk alsnog gewonnen. En dan zie ik jullie zo bij het volgende potje. Jongens, welkom bij het tweede potje van vandaag. Ik hoop dat we dit potje net zo gewoon netjes kunnen winnen als het vorige potje. Maar dat is nog de vraag. Zo, nou, iemand joint of zo? No, de eerste is ook 9 seconden al en we staan al achter. Ja, dat is goed. Echt fucking. Maar we gaan nog gewoon omdraaien. Zo goed zijn we, nee. Ja, het team ook wel goed zijn. En dat is nog altijd de vraag. Hij geeft hem hoog. Ja, daar kunnen we niks mee. En dan. En ja, die bal is weg. Ja, pak hem dan. Lukt hem niet. Ja, en dan doe ik hem. Harst. Ik had er, weet het, ik ben alleen, had alleen de boost gebruiken. Ja! Dat is een mooie. Die duim vol power die kant op de voeten. Daar zie ik dan ook nog. Oh, dan ga ik weer verkeerd. Hop. Ja, paal. Ik ga dan ook uit de steek. Oh, ik zag hem zo op de paal gaan en die gast had even. Of eerder moet ik zeggen. Eén van de twee. En cool. En eroverheen. En eroverheen. En hey. En door. En goed zo. En hup. Weer niet verdedigd. Gewoon over doel gelanceerd. Ja, team. Zo. Open. Doelman is eruit. Ze hebben zelf de kluts kwijt. Mijn team ook. Gaat hij zitten? Ik weet het niet.
natuurlijk niet. Zo, echt een millimeter. Of ik had hem geraakt. Ik heb echt heel even die millimeter. Gewoon een millimeter na niet raak. Dat is er nog een voor, maar deze gaat er wel in. Ik zeg toch, deze gaat er wel in. En een assistje erbij. Kijk, dat is helemaal mooi. Daar gaan we voor, hè. Om weer op League te spelen, ik ga andere video's op te nemen. Het gaat nou zo soepel. Het geeft gewoon positief impact. Alleen die teammate van mij geeft negatieve energie af en toe. Maar... Zo, door. Bijna. Ja, kijk, voorgetikt en nou erin schieten. Ik had het over, klaar. Paal, of bedoel lat. Maar hoe kunnen hun dat wel? Het team? Want ik al 300 keer gedaan, hè? Kijken. Ja. Ik zat er voorbij, alleen in de kluts ging hier alsnog in. En dat was zout. En dan gaat er weer rennen. Jezus, team. Verdedig een keer. Ja, kijk, dan heb je even zo'n pushies die je gelijk de wedstrijd verlaat. Terwijl het hun fout is. Jezus. Ja, binnen gaan we deze niet meer. Ja. Alles. Ja, precies, of een auto. Ik zit hier echt heel de tijd te verdedigen. Oké, ik had het niet gerekend op die stuit. Zo. En dan komen we er nog van deze schoot uit, gewoon zo. Tuk! Gewoon netjes erin. Ja, het is te laat. We hebben best gedaan. En meer dan dat kun je niet doen. In ieder geval, jammer dat we dit potje hebben verloren, maar ik zie jullie zo bij de volgende en laatste aflevering. Of laatste aflevering. Laatste potje van Rocket League. Tot zo. Yo mensen, welkom bij het laatste potje van vandaag. Ik hoop dat we dit potje gewoon... Ik wil zeggen, netjes kunnen afsluiten, maar we spelen waarschijnlijk weer tegen hetzelfde team. En met 2 AI, jee! Godverdomme. Fuck it, Leek. Waarom baai je me zo? Ik heb wel 1 AI. Een AI. Een AI. Soms kunnen AI's goed zijn. Maar 9 van de 10 keer? Ja. Yeah. Oh ja, gooi hem lekker voor. AI, god, shit man.
Ja, de tweede kon ik niet hebben. Als je eerst naar achteren, dan wil ik kijken achterwaarts jump deed. Maar I'm still learning. Ik word een dag beter. Dus. Maar ik moet wel meer constant in spelen, dat is ook zeker. Ja. Hier kon ik niks zeggen. Ja, godverdomme, gaat hij ook al. Tegen met twee AI's tegen hun spelen. Ja, dit wordt volledig verdedigd. Alles op verdediging. Oh, dit wordt een frustrerend laatste potje, kan ik je al zeggen. Ja. Elke bal die komt voor de connectie te werken. En hopen dat de AI er iets uithaalt. Maar voor nu. Niet veel. Ja. Zo. Kutbal. Ja. Zo. Power. Ja, tuurlijk. Rij dan naar die kutbal. Jezus, AI. Kijk, zo niet hebben. Ja, hey, oh, ik doe nog godverdomme iets. Hier gaat de AI zo hard kunnen verdedigen. Maar we hebben de ultimate defense mode. Oh, hun heb ook één AI. Ja. Ik kan er ook niks tegen doen. Ja. Misschien beter moeten timen. Dus ja. Nou, ik hoop dat de AI er nog iets uithaalt. Ja. Ja, goed zo, AI. Nou, nog 5 goals, AI. Godzie, man. Kijk, maar zo... De AI kan zo goals scoren. Echt de mensen niet. En dat is af en toe wel eens frustrerend. Lijkt best wel. Ah.
Lekker, AI! Kan AI flamen, maar ze kunnen ook goede dingen. Jezus. Dat had een... Ja, en dan zo'n goal had eigenlijk weg moeten kaatsen. Zin ik. En dan komt hij op de corner en dan tikt hij erin. Ik zou zeggen, hij hoort eruit te tikken, maar hij doet het niet. Dat doet hij dan weer niet. Dus. Heel jammer dit. Ah, het is niet anders. Nou ja. Lekker, AI! Goed bezig, AI! Ik zal onderaan. Kut, AI! Nee, hij heeft me gewoon goed geholpen. Ik ben net trots op dat jaar. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Rocket League. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Abonneer, reageer en like zeker deze video. Zo. Als je dit vaker wilt zien, ja, abonneer. Als je iets anders wilt zien, laat het weten. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering van Rocket League. Of iets anders. Wat jullie willen. Bye mensen.